Mijn naam is Erben Wennemars en jullie kennen mij natuurlijk als schaatser. Maar vandaag ben ik in een andere rol. Ik ben namelijk ook lid van de adviescommissie Evenementen Overijssel. Wij adviseren de gedeputeerde staten van de provincie Overijssel hier in het provinciehuis over welke evenementen ze wel of niet moeten subsidiëren. We hebben een aantal prachtige evenementen die subsidie krijgen in Overijssel. Daar ben ik heel trots op. En we beginnen met het eerste mooie evenement. Dat wordt namelijk hier georganiseerd voor het provinciehuis. Het Bevrijdingsfestival van Overijssel. En op dit veld hier is het hoofdpodium en ik sta hier met twee hele stoere meiden, want jullie organiseren gewoon het Bevrijdingsfestival. Het is altijd ongelooflijk druk, heel veel mensen. Ja. Het kan toch niet meer groeien? Qua bezoekers kan het zeker niet meer groeien. Het waarborgen van de kwaliteit is het belangrijkste. Ja. We kunnen zeker nog groeien in de inhoudelijke thema's. Ja. Dat goed neerzetten. En die festivalbeleving. Dus die mensen die hier staan naar die zwarte kist, naar ons hoofdpodium te kijken, te triggeren om verder te lopen. En wat heb je nog voorbeelden voor wat er dan anders gaat in die jaar? Wat we dit jaar voor het eerst gaan doen is de vrijheidsmaaltijd. We nodigen senioren uit de verzorgingshuizen, veteranen, jongeren. En we gaan hier met maximaal 500 mensen gewoon op het terrein brunchen. Lekker. Ja, wat leuk vind ik dat we dus samen gaan ontbijten al met z'n allen. Maar wat doe je dan meer om het echt toegankelijk te houden voor iedereen? Ja, achter de schermen werken we ook aan inclusiviteit. Namelijk, we werken met heel veel onderwijsinstellingen samen hier in Zwolle. En we werken met meer dan 800 vrijwilligers. Ja. Die we werven door maatschappelijke organisaties aan te haken. En door speciale projecten en cursussen aan te bieden. Ja. Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen voor en achter de schermen van het Bevrijdingsfestival kunnen genieten. Ik ben hier dus eindelijk in Hengelo bij de FBK Games op heilige grond. Want vorig jaar liep Daphne Schippers volgens mij in deze baan, of liep ze daar. Heel hard, fantastisch. En aan de binnenkant, daar heeft Haile Gebrselassie 4 keer een wereldrecord gelopen. Maar ook bijvoorbeeld Bekele heeft je ook een wereldrecord gelopen. Allemaal hier in het oosten van het land, in Overijssel, in Hengelo. En ik ga praten met Elle Verlangen, want zij is namelijk de meeting director. Nou, dit is de FBK Games, is natuurlijk een fantastisch evenement. Echt een klassieker in onze provincie. Hoe zorg je er dan voor dat het ieder jaar dat het maar blijft groeien? Dat er verandering komt? Nou, we hebben vooral vorig jaar een hele grote groei doorgemaakt. Ja. Toen hebben we echt gekozen voor een heel ander format, een hele andere benadering. Ja. En we hebben gekozen voor minder disciplines, maar elke discipline veel meer aandacht te geven. Ja. Een verbinding hebben we gezocht tussen de topsporters en de gewone man van de straat, die het af en toe leuk vindt om hard te lopen. Gewone teams vanuit Nederland, of dat nou clubteams waren of gewoon vriendenteams, die konden zich inschrijven om dan in estafettevorm tegen die en een running team mensen te lopen. En ja, dat werd echt een onwijs succes. Hoe belangrijk is het dat er nog steeds subsidies zijn vanuit de provincie voor dit soort evenementen? Ja, superbelangrijk, want dit is het enige internationale atletiek evenement in Nederland. Je geeft de Nederlandse atleten ook kansen om limieten te lopen, om zichzelf in feite te verbeteren doordat ze tegen internationale top te lopen. Ja, en daar is zo'n subsidie echt super belangrijk voor. Ik ben hier op de Salse Heuvelrug. Dat is een prachtige natuur in Overijssel. Hier kun je prachtig fietsen, kun je prachtig wandelen, allerlei prachtige dingen doen. Maar je kunt hier ook een hele mooie obstacle run organiseren, waarbij je echt de natuur gebruikt. Hier wordt ieder jaar de Strongman Run georganiseerd. Ik heb zelf een paar keer meegedaan en dat was echt een fantastisch evenement. Ik ben echt heel enthousiast hierover. En ik ga praten over met Rob Telgekamp, want hij is de organisator ervan. Rob, ik heb meegedaan aan de opschool en ik vond het fantastisch. Maar je moet ook even de mensen thuis vertellen, waarom is deze nou bijzonder? Ik ga je tijd niet verraden. Nee. Waarom is deze bijzonder? Dat is bijna de snelste. Ja, hier vooraan. Ja, dat klopt. Wij zitten in een fantastisch gebied. Ja. Sallandse Heuvelrug, een beetje rechtstroom erbij. Het is werkelijk uniek. We hebben ontzettend veel medewerking van alle instanties. En het past gewoon in Hellendoorn, ook bij onze slogan. Ja. Avontuurlijk natuurlijk. Tuurlijk. Hey, en dat is, maar je zegt het wel, samenwerken. Ik hoor ook wel heel vaak dat dit soort festivals, dat is eigenlijk een festival of eendaagse evenementen, dat het eigenlijk concurrenten zijn voor die traditionele sportverenigingen. Integendeel. Ja. We maken gebruik van deze clubs. We gebruiken hun accommodaties, atletiekverenigingen bijvoorbeeld voor de extreme workouts. Ja. We werken samen met al die mensen. Ja. Dat is al die verenigingen. En ze hebben ook hun baat erbij. Ja. Kun je ook nog groeien met dit evenement? Ja, ik denk wel dat we kunnen groeien. Ik weet niet of het
idioot groot moeten maken. Nee. Dan moet ook vooral beheersbaar blijven, goed. Het moet ook uniek blijven. Ja. Ja. Mooi, komt er nog een super mooie obstakel bij? We hebben alleen maar mooie obstakels, maar ja. We zijn heel hard bezig om weer een fantastische erbij te voegen. Nee, ik ga niks verraden, je moet maar gewoon weer meedoen. Meedoen weer, ja. Nou, ik ben erbij volgend jaar. Deze. Ja, mooi. We zijn in Overijssel hartstikke blij dat wij het allerbeste restaurant hebben van heel de wereld. Dat vind ik tenminste. De Libreien. En weet je wat dat is het moois aan Johnny en Therese Boer? Dat zij er ook trots op zijn. En zij hebben Chef's Revolution, een festival georganiseerd hier buiten, toegankelijk voor iedereen. En dat vind ik nou juist zo mooi. En ik ben benieuwd waarom Therese en waarom Johnny dit nou eigenlijk doen. We zijn hier in het hart van de Libreien. En denk ik, als ik dit allemaal zie, fantastisch. Ja. Waarom wil je daar toch ook nog een evenement buiten hebben? Nou, omdat we eigenlijk niet alleen de Libreien gewoon iedere keer maar in de spotlight willen zetten. Maar we willen ook juist laten zien hoe mooi Zwolle is, hoe mooi onze regio is, wat voor geweldige producten we hebben, geweldige leveranciers. En ja, en we willen ons vak natuurlijk ook nog een beetje uitbreiden. Ja. En we willen eigenlijk ook graag een inspiratiebron zijn voor jonge mensen, voor collega's. Maar ook gewoon mensen hier uit Zwolle in de regio laten zien hoe mooi het hier is. Dat is namelijk het tweede. Wat ik eigenlijk afvraag. Want waarom blijf je hier? Waarom kiezen jullie voor om gewoon naar het westen te gaan? Ja. Ja, ons hart ligt ook echt hier. Wij komen natuurlijk allebei hier uit de omgeving. En we houden van Zwolle en we houden van deze omgeving. We houden van de IJssel, de Vecht. Ook al het moois wat hier is. En daar zijn we gewoon super trots op. En dan denken we van ja, dan blijven we lekker bij onszelf. Wij voelen ons hier heel erg fijn. Mm-hmm. En mooie spullen, mooie producten, lieve mensen. Dus ja, waarom naar het westen als Zwolle zo mooi is? Allemaal mooie evenementen hier in Overijssel. Maar uiteindelijk blijven we natuurlijk een schaatser. En daarom ben ik hier in Haaksbergen. Want hier willen ze ieder jaar, als het kan, als het weer het toelaat, de eerste marathon op natuurreis organiseren. Dan wordt het een gekkenhuis hier in Haaksbergen. En ik ben wel benieuwd hoe ze dat nou voor elkaar krijgen. Henk, ik dacht Haaksbergen, ik neem mijn schaatsen mee. Maar er ligt niet meer water in de baan. Nee, ik zeg al, je had een maandje eerder moeten komen. Ja. Februari, januari. Toen konden we hier nog goed schaatsen. En toen hadden we ijs. Ja. Hoe snel kun je organiseren? Wij kunnen een marathon organiseren in 8 uur tijd. In 8 uur tijd? Dat kunnen we alleen door de hulp van onze buren, het bekende naberschap in Twente. Ja. En door een goede organisatie en natuurlijk een stukje ervaring. Het is geen vast evenement. Je kunt niet zomaar even zeggen van binnen 8 uur, wie gaat er even sponsoren? Nee, klopt. Dat regelen we eigenlijk allemaal van tevoren. Ja. Dus gelukkig kunnen we met een stukje sponsoring van de KNSB, van de provincie Overijssel en van wat lokale sponsoren, kunnen wij een soort buffer opbouwen waardoor we zelf minder financieel risico lopen. Ja. Waar kun jij nog in groeien in dit evenement? Wij zien groei meer om sneller te kunnen schaatsen en langer te kunnen schaatsen. Ja. Dus we hoeven niet groter te worden. Maar ja. Wat doe je dan? Dat doen we onder andere door een stukje zonwering neer te hangen. Ja. Waardoor wij onze baan in de schaduw kunnen leggen. En ja, eigenlijk van elke millimeter ijs die ontstaat ook vast kunnen houden en gebruik kunnen maken. Zonwering? Bij een ijsbaan? Bij een ijsbaan, ja. Zon en ijs gaan niet samen. Nee. Moet niet gekker worden, hè? Ja.